Zo, dat was de aftrap. Nu is het tijd voor de verlenging. Nog even doorpraten over wat misschien in de zomer geweest is. Of wat we van dit seizoen vooral gaan verwachten. Hoe heb je de zomer overbrugd? Ja, bij jou hoeft het niet te vragen. Want we kunnen gewoon jouw Instagram volgen, meestal, ja. Toch? Ja, dat doe ik 70% voor mezelf te inspireren. 20% voor anderen om anderen te inspireren. En 10% om andere mensen op hun zenuwen te werken. Ja. En dat laatste, dat lukte. Ja, dat was een jongen van Torpedo Hasselt. En die kon heel goed voetballen. En die was met zijn opa aan het spelen. Maar die opa die was buiten adem. Nou, heb ik het even overgenomen. Ja, ja. Binnenkantje paal. Logisch. Alle hoeken van het veld, beach. Jij doet gewoon een strandkliniek en knokken. Daar komen we op neer. Gratis. Ja. Voor de jeugd. Alles voor de jeugd. Ja, ja, nee, ja, mooi. Dat was een van de dingen die ik gedaan heb. Ja, een beetje fit blijven ook. En heel veel sport gekeken. Ja. Ja. Ongelooflijk. EK, Wimbledon, Tour de France, Olympische Spelen. Ja, heb je ook alles gezien, Jeffrey? Ja, en wat ik het erg leuk aan vind, is al die interviews van die sporters. Kijk, die voetballers die staan bijna dagelijks natuurlijk voor de camera. Dus dan krijg je van die hele lastige interviews vaak. Omdat, ja, dan denk je, we hebben hem weer met die vragen. Maar als je dan die atletiekmeisjes, hoe enthousiast die kunnen zijn, of ze nou gewonnen of verloren hebben, dan komt altijd een leuk verhaal uit. Alleen ja, nu zie je ze voor de camera en voor de rest eigenlijk nooit, toch? Ja. Misschien met een WK of een EK. En dat spontane, dat zie je eigenlijk te weinig, vind ik, in de voetballerij nog. Dat er leuke interviews zijn. Maar dat komt ook doordat overal worden ze gezegd wat ze niet mogen zeggen, wat ze wel mogen zeggen. Als er iets gebeurt, dan mogen ze niet voor de camera komen. Want Teese die wilde niet spelen, toch spelen, of in ieder geval op de bank. Maar dan moet je die jongen toch na de wedstrijd voor de camera zeggen. Ja, zeker. En zeggen, ja, sorry, weet je, ik zat ook een beetje met mijn hoofd bij Monaco, dat snap ik. Maar ja, ik ben toch echt een PSV-man als ik wil spelen. Waarom mag hij niet voor de camera? Belachelijk. Ja. Ik had Jorrit Hendricks in die tijd dat hij bij PSV speelde. Kwam hij bij TV Limburg, was hij gast. En Jorrit, ik ken hem en zijn ouders kenden niks. Zijn vader vroeger. Alles in Limburgs. Dus ik begin het interview in Limburgs. Onderbreekt die vent wel in Nederland, want anders gaat hij nou weg. Echt? Ja. En dan denk ik, je maakt die mensen toch helemaal kapot? Ik wil niet klinken als een oude lul, maar je hebt steeds minder persoonlijkheden. Mm-hmm. Ik vind echt, als ze wat zeggen, het is inderdaad altijd afgewogen. Maar ook als een journalist een vervelende vraag stelt. Je kunt toch een keer zeggen van, rondom met je klote vragen. Ja. Het is nou een vraag, man. Ga naar huis. Ja. Boodschappen doen. Weet je, het is allemaal maar klinisch. Het is allemaal maar voorzichtig. Of ze zijn verbouwereerd of op hun tenen getrapt. Dus heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd, ga boodschappen doen. Nou, we hadden een keer een scheidsrechter. We speelden dat zaterdags morgens een oefenpartijtje tegen de tweede. Dan hadden we Ben Groeneveld en die ging dan fluiten. Dat was gewoon een amateur scheidsrechter. En dan zei ik tegen Ben, zei Ben, weet je wat jij de volgende keer moet doen? Boodschappen doen met je vrouw. Sodemiet erop. Ja. Nou, dus Ben, hoe laat het was. Ja. Dat valt misschien in de categorie bijklussen. Of grensoverschrijdend gedrag. Ja, daar wordt niet in de pers. Natuurlijk komen we wel even naar bijklussen toe. Je hebt ook mensen die pakken de rol van stadionspeaker dan af en toe eens een keer op zich. Kunnen we ook even ik kijk naar Maurice. Zien. Waarschijnlijk. Ja? Ja, ik denk dat hij daar op doet. Kijk, mooi bedeltje erbij. Het is, Wim Vrijs is natuurlijk de stadionspeaker bij Roda, maar die is er meestal met de Roda Fandag, is hij er niet. Ja. En zowel vorig jaar als dit jaar heb ik dat dan eenmalig overgenomen. En, met de nadruk op het woord eenmalig. Ik wil zeggen, de populariteit van Wim Vrijs is wel eens groter geweest dan de afgelopen maanden. maar je gaat het niet overnemen, toch? Ik wil hem nou wel vertellen. Ik heb bij VVV ben ik ook ooit stadionspeaker geweest, een wedstrijd. En dat was een competitiewedstrijd. En in die wedstrijd kreeg VVV-speler Tom van Bergen 2 keer geel. En er was 2 keer helemaal niks aan de hand. Dus ik roep als stadionspeaker, ik zeg, Tom van Bergen krijgt 2 keer geel, dus rood na een schandalige overtreding. Waarop scheidsrechter Vink, Pieter Vink, kom naar de kant nog 1 keer, kun jij ook vertrekken, zegt hij. Zou je waarschijnlijk wel de eerste stadionspeaker ooit met een rode kaart zijn. Ja, dat achteraf had ik even moeten doorbijten, denk ik. Ja, ja. Dit was bij Rode allemaal je Aken, hè? Op de ja, dit was tegen Aken. Ja, goed Duits wel, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, vonden wij ook. We gaan even een voorspelrondje doen. We hebben even aan jullie allemaal gevraagd, van wat gaan we nou verwachten dit seizoen? Laten we even met de gasten beginnen, Jeffrey. Als je kijkt naar Fortuna, Roda, MVV, VVV, wat verwacht je? Laten we Fortuna beginnen. Waar zie je die eindigen in de Eredivisie dit seizoen? Ja, ik denk als ze dit vol weten te houden, hoe ze nu zijn begonnen, dat het linker rijtje dat echt wel mogelijk is dit seizoen. En dan moeten we alles mee blijven zitten, dat je sterkhouders ook fit blijven, dat Halilovic die momenten blijft houden, want daar ben je toch afhankelijk van, dat spelers met die kwaliteiten. Maar
met name de jongens achterin, die nu langer gewend zijn aan de manier van spelen en trainen, ja, denk ik dat ze daar veel winst kunnen halen. En er staat gewoon, ja, staan mannen achterin. En daar begint het mee. Wanneer komt die Sierhuis terug? Hoe lang duurt dat nog? Ja, volgens mij is dat toch. Ja, ze mogen er niks over zeggen tegenwoordig, natuurlijk, als ze blessures hebben. Maar ik denk dat het toch kruisband is. Dus ja, voor de winterstop zie je die niet terug. En dan voordat je weer ritme hebt. Dus is het hopen dat de nieuwe jongen dat goed oppakt. Maar ik denk dat ze vooral stabieler zijn nu, met name achterin. Dan keeper dan nu daarachter. Ik denk dat daar veel winst al valt voor Fortuna. Ja, ik zie dat jij, als we dan kijken naar de eerste divisie, zeg je Roda derde, MVV achtste en VVV twaalfde. Ja. Dus Roda dan toch weer in die promotierace en de rest strijd om play-offs, moet ik het zo zien? Ja, zoiets. Ja. En ik denk dat VVV het snelste daarin gaat afhaken, omdat ze geen ervaring hebben. Dat MVV wel, nou ja, die as maar met ervaring. Dan moet Sven Braken nog wel ritme krijgen. Heeft vorig jaar niet of nauwelijks gespeeld natuurlijk in België. Dat zal, wat Reginald ook zegt, dat je die toevoer krijgt vanuit de buitenkanten. Mm. Daar denk ik dat MVV iets voor ligt op VVV. En ja, Roda ga ik ervan uit. Natuurlijk zijn wel een aantal jongens weg, maar dat ze ook de juiste jongens hebben teruggehaald. Nou, ze missen dan wat creativiteit, dus ze hebben daar nog een aantal weken voor om dat toe te voegen. Ja, dat die gewoon om bij de bovenste plaatsen weer mee gaan draaien. Of dat dan derde, tweede of eerste wordt. Ja, dat hebben we vorig jaar gezien. Hoe kort dat bij elkaar lag. Ja. En ja, misschien moet je nu het hele jaar derde, vierde staan. En op het einde pas eerste of tweede. Dat zou misschien ideaal zijn voor Roda. Je volgt wat het ja, einde de plekken wint. En inhalen is misschien toch wat makkelijker. Dat je steeds maar bovenaan staat en langzaam wat wegzakt. Ja. Hoe zie jij dat, Maurice? Of wat jij daarvan? Dus bijvoorbeeld van, ja, laten we zeggen Roda. Dan. Ja, ik heb Roda als vijfde ingeschaald. Ik geloof dat ik vorig jaar ook vijfde of zesde heb gezegd. Toen zijn ze bijna gepromoveerd. Ja, net niet. Nee. Maar ja, ik vind ook dat wat Jeff zegt, dat ze missen nog wat creativiteit. En daardoor dus doelpunten. En als ik dat dan vergelijk met Veerman en Muren bij Volendam, dan denk ik van ja, dat maakt zo'n wereld van verschil. Als je die twee daar hebt lopen. Of je moet iedere keer echt vechten om aan die goal te komen. Dus vijfde, MVV heb ik volgens mij elfde en VVV twaalfde. Met hetzelfde verhaal als wat Jeff zegt. Ik denk dat ze in de breedte niet sterk genoeg zijn om die race uiteindelijk voor play-offs vol te houden. En dat MVV daar misschien net iets meer ervaring in heeft. VVV staat de ervaring centraal achterin. Ja. Maar dat wil ook zeggen, als er eentje voor wegvalt, hebben ze ook nog geen nieuwe. Ja. Daar is geen vervanger voor. Ja, misschien wordt het nu ook wel een seizoen dat er een ploeg een periode gaat pakken wie niet bij de top 8 staat. Ja. De laatste jaren is dat bijna nooit voorgekomen. Ja. En in het verleden hadden we wel eens ploegen die gewoon één goede periode hadden. En dan ook gewoon die periode pakten. En dus meededen aan de play-offs. Dat, zijn altijd dat zou nu ook kunnen, omdat het toch, ja, wat we net al zeiden, het is wat minder sterk, denk ik, de ploegen. Dat er gewoon een kleine ploeg toch een keer gaat verrassen met een periode te pakken. Ja, en dan wel 13 of 14 eindigen, dat zou kunnen. Maar die wel die periode hebben. Hoe dankbaar ze die... Ja. Fortuna nog, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. De Eredivisie, dat moeten we niet vergeten. Ja. Nee. 12e. Ja. Ik denk niet dat die een hele sterke selectie hebben. Een fantastische vliegende start hebben gekregen. Dat er nog heel veel te winnen valt. Ja, maar ik denk dat je vrijdagavond Almere thuis... Ja. Dat is geen vervelende tegenstander om nu tegen te spelen, vind ik. En dan stel je voor dat je die ook nog eens wint, dan kan er wel een bepaald gevoel ontstaan. Ja. Dat je al heel snel verder weg bent van onder, waardoor er ook weer een bepaalde ontspannenheid komt. Ja, dat je misschien in februari al weet dat je veilig bent. Maar ik durf dat bij Fortuna nooit meer te zeggen. Nee. Want dat hebben we vorig jaar hebben we een paar keer zo'n moment gehad. Dat we zeggen, als ze nou... Dan halen ze het linkerrijtje, misschien nog wel Europees. Maar ik moet even die Telfort van net corrigeren. Maar Fortuna speelt twee bussen voor. Ja, ik vind het allemaal gelul. Je speelt naar je mogelijkheden. Ja. Jij bent niet als uitploeg verantwoordelijk voor het entertainment van de thuisploeg. Ja. Dus als je 9 keer gelijk speelt, dat kunnen zij. Ja. En als je 8 keer wint thuis, van de 18, hè, dan ben je dus veilig. En dan kun je al 5 wedstrijden voor het einde veilig zijn. Ja. En je moet daar scheid aan hebben. En ik denk dat Buijs, wat jij ook net zei, Jeff, die kan keihard een goede verdediging neerzetten. Het is jammer dat die was een grote Griek, die is dan onze weg. Maar er staat genoeg... Kultfiguur. Misschien is dat wel goed dat hij weg is, denk ik. Ze zijn wat bewegelijker op zich, maar ze kunnen echt op de nul spelen. En ik denk dat... goed, bruggetje naar mij dan maar. Ja. Jij zei ook 12e, hè? Ik zei ook 12e. Oh.
om niet te vergeten dat ze vorig jaar tiende waren. En dat was een prestatie nog niet geëvenaard sinds 5, 6, weet ik veel, zoveel jaar. In de Eredivisie nog nooit. Dat was een hele goede prestatie. Ja. En het had iets beter gekund. Net die momentjes dat ze weer even lieten liggen. Maar ja, goed, 12, dan ben je 4 wedstrijden voor het einde veilig. Heb je geluk, word je 8e. Heb je pech, word je 13e, 14e. Mm. Fortuna blijft met dit elftal ja, weer ruim in de Eredivisie. Zou dat niet wel ontzettend knap zijn onder de streep? Want Fortuna blijft met deze staf in de Eredivisie. Die staf, ja. We vergeten het helemaal eens met jou. We hebben Boeze, we hebben Ari. Ja. Oldervaart. Ja. En we hebben Buijs. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Fortuna dat trojka bij elkaar heeft. Is het ook een beetje klassieke good cop, bad cop met Boeze en Poldervaart ten opzichte van de toch wel harde Buijs die kan zijn? Dat is een goede mix. Ja. Dat moet je hebben, een goede mix in de start. Ik vind dat mooi dat Buijs mensen met ervaring rondom zich heen ook verzamelt. Daar geef je toch ook aan dat je niet bang bent om advies in te winnen van anderen. Ja. En VVV vind ik ook, heeft ook een goede staf. Voor VVV de perfecte staf, denk ik, op dit moment. Roda, de perfecte staf op dit moment. MVV Edwin Hermans, die kent het klappen van de zweep van de vorige jaar. Ja. Ik denk dat dat een goede keuze is. Dat is de enige waar ik minder overtuigd ben, doordat ik het nog niet weet. Ja, hij moet het laten zien. Hij krijgt nu de kans, hij moet het laten zien. Ja, ze hebben bij deze het tafelvoetbalstempel gekregen dan, denk ik, hè, voor jullie. De goedkeuring. Ja, ja. Even door met de KKD. Ja, want je hebt het vaker gezegd, het orakel van Maastricht. Vertel maar wat we zitten verwachten. Verder op dezelfde lijn. MVV heb ik, wat heb ik gezegd, 10e. Ja. En Venlo 11e. Dat doe ik op basis van één budget. Er zijn twee clubs die net en al nooit nog het bestaansrecht hebben veiliggesteld. En dat is hetzelfde. MVV mist vorig jaar op 1 punt de na-competitie. Nou ja, als je voor 10e kunt gaan, dan ben je beter dan de rest. En dan kan het zomaar een keer meevallen. Ja. En bij Venlo, net hetzelfde wat jullie beiden zeggen, net iets minder dan MVV. MVV heeft toch die as met Braken en Smeets en met het centrum wat redelijk fysiek is en een goede keeper. En als je daaromheen nog een paar goede spelers kunt zetten, ook als de jongploegen het goed doen en die worden 6e, 7e, 8e, dat een 10e plek al genoeg is om ook play-offs te halen. Dat kan ook. Ja, ik vind dat de jongploegen moeten gewoon de laatste 4 posities hebben. Maar hebben jongploegen echt bovenin meegedragen. Alleen AZ afgelopen jaar was dat. Vorig jaar was alleen AZ. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat moet anders. Ja. Dus dan is een 10e plek ook genoeg voor play-offs. Weet je, we vergeten zo snel. Ook bij Venlo, ik vind het prachtig trouwens. Met VVV. VVV Venlo. Met zijn korte broek. Lekker relaxed. Beetje vaderfiguur ook op die manier. Dat we ook vooral blij zijn dat het betaald voetbal nog gewaarborgd geworden is. Ja. En dan natuurlijk, dan moeten we ook wel gaan winnen. Ja. Maar dan toch vooral niet vergeten. Mm-hmm. Heb ik hem gemist wat je van Roda verwacht dit seizoen? Of heb je dat verteld? Roda wordt kampioen. Oh. En dan hoor ik net, godverdomme, die tussenstand. Ja. 6 of 7 punten verspeeld vorig jaar. Kunnen er ook 5 zijn geweest tegen jongteams. Te veel. Meer. Veel te veel. En dan ga je nu, ze zijn er niet. Het is nog niet afgelopen. Het is niet afgelopen, maar jij staat blijkbaar met 2-0 achter. Ja, dat alleen al tegen Utrecht, jong Utrecht 5 punten verspeeld. Maar jij hebt ze zien spelen. Ik heb het een beetje gedaan op, natuurlijk zijn 3, 4 sterke orders weggegaan. Maar dat hebben ze allemaal gehad. Ik kijk ook naar de kwaliteit van de andere ploegen. En die vind ik mager tot nu toe. En kijk, Robby Savay vorig jaar ook een goede prestatie geleverd door een goede afstand te formeren. Nou ja, hij heeft nog 3 weken. En als hij inderdaad, wat jij zegt, wat meer creativiteit nog kan aantrekken. Ik denk dat Roda beter is dan al die ploegen die qua naam denken dat ze ook moeten promoveren. En te mager zijn op dit moment. Dus ja, waarom kunnen ze niet... Vorig jaar zeiden we promoveren, eerst of tweede. Nou, tweede heb ik toen gezegd, geloof ik. Ik vind dat Roda vanaf het begin voor de eerste plek moet gaan. Ja, nou, dan. En daar nog even een gelijk spelletje wegslepen dan waarschijnlijk. Ja, we zijn razend benieuwd wat dat betreft. We hebben ook nog even gevraagd aan jullie om een speler aan te wijzen waar je met buitengewone belangstelling naar gaat kijken dit seizoen. Begin ik weer bij jou. Waar ben je heel benieuwd naar? Naar wie? Volgens mij had ik Brandhorst gezegd, dat komt op basis natuurlijk van deze wedstrijd, debuut maken. Dat ik denk van, nou ja, hoe gaat hij een heel seizoen, gaat hij dat een heel seizoen volhouden? Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dat is puur op basis van deze wedstrijd. En het is ook nog een beetje de ploegen leren kennen. En natuurlijk ben je ook benieuwd naar Braken en Smeets, of die inderdaad hun club op sleeptouw kunnen nemen. Want dat wordt toch verwacht van ze. En dat is toch altijd wel een beetje een last op je schouders. En Roda en VVV was voor mij nog te veel nieuwe elftallen. Dat ik denk van, nou ja, Brandhorst. Dat is natuurlijk een keeperscarousel geweest bij Fortuna afgelopen jaar. Sinds Pandoel weg is. Dit kan de oplossing zijn, met andere woorden. Ja. We hebben hem ook voor gehaald natuurlijk, gehuurd van Utrecht. Je hebt hem ook al even de reguliere uitzending genoemd, waar jij hebt gelet. Hè? Maar... Ja, daarom ga ik nou wat anders zeggen. Oh, nou, dan ben ik heel benieuwd. Nee,
Ja, ik had Braam van VVV natuurlijk jong. Ja, tuurlijk. Maar waar ik vooral heel benieuwd naar ben, is die spitsen bij al die Limburgse clubs. Hm. Omdat ik vind dat ze daarin, behalve Sierhuis vorig jaar bij Fortuna, dat ze daarin toch nog vaak dat ik denk van, had wel wat meer kwaliteit kunnen staan. Ik vind het tegenvallend wat VVV, MVV niet trouwens. Ja, Livramento is goed. VVV en Roda afgelopen jaar in de spits hadden staan. Dus, ze hebben allemaal een nieuwe spits, hè? Chukwu bij Roda, Brake dus bij MVV, Doemtsios bij VVV en Aiko bij Fortuna. Hoe was het voor jou zelf als je bij een nieuwe club binnenkwam? Stond je er dan meteen als spits of heeft dat ook tijd nodig? Je moet eigenlijk proberen. Toen had je nog die hiërarchie. Dat was heel belangrijk. Door gelijk te presteren en op de training en door je gelijk ook van je af te bijten, kom je ergens binnen in de hiërarchie. En dat was zeker toen ik uiteindelijk terugging van NEC naar VVV, was tijdperk John de Wolf bij VVV. Mm. En dan kom je terug. Dus de eerste training, voor de training in het kleedlokaal, maakte de Wolf een grapje over mij. Dus ik zeg tegen hem, jij hebt makkelijk praten met al dat spaargeld. Hoe bedoel je? Ik zeg, die centenbak heb je niet voor niks. En er was serieus, niemand durfde te lachen. Ja. Nee. Tot Wolf tegen mij zei, ik mag jou al, jij bent direct. Ja, en toen begon iedereen te lachen. En toen maakte je er op de training 2 aan de eerste wedstrijd. Maakte ik er gelukkig ook 2. Dan kom je met stip op 2 in de hiërarchie binnen. Ja. Maar tegenwoordig is die hiërarchie volgens mij compleet verdwenen in een ploegje. Niet? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat, maar het is wel belangrijk hoe je binnenkomt. Ja, zeker. Ja. En dan hebben we het over spitsen. Als je zo binnenkomt zoals die spits die ze teruggehaald hebben bij Ajax, dan denk ik van, Traoré. Ja. Traoré, dat is natuurlijk dramatisch. Nee. Vermoeidheid zo'n schijnsel aan de rechterkant, zag ik. Hè? Het is net alsof ze opa Traoré er in één keer bij hebben gehaald. Iemand had hij een surplus. Ik denk die zijn baan weer rennen. Komt helemaal stil, hè? Vastlopertje noemden ze dat vroeger. Vastlopertje, ja. De verlenging, is dat ook omdat het zo lang duurt? Ja, zeker. Moeten jullie niet weg, jongens? De plannen vanavond. Ja, jij moet nog vertellen wie jij gaat letten dit seizoen. Ik heb, omdat hij 1 heel aardig is, Sammy Uwaiza. Ja. Omdat hij 2 een hele talentvolle speler is. Waarbij hij op het laatste van het seizoen ook een beetje leeg liep. Vooral omdat hij te veel wilde doen. Ja, ben ik heel benieuwd hoe hij het. Ja, op en die blessure had gehad. Dus dat hij nu gelijk in de basis staat, geeft wel aan dat hij goede voorbereiding heeft gedraaid. Want anders zie je niet erin. Dat is helemaal. Dan halen ze hem ook niet, chef. Maar nu 2, of hij ook de Eredivisie niveau. Of daar ook niet alleen kan meehobbelen, maar ook kan excelleren. Ja. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. In ieder geval het loopvermogen stond de hele wedstrijd erop bij NEC. Eerste wedstrijd tegen Twente. Goed, dankjewel. Of moeten we nog even met z'n allen jaloers zijn op Roger Reinders misschien? Met zijn transfer? Nou, ik ben niet snel jaloers, maar dit gun ik hem toch zo fantastisch. Hij is dus gewoon assistent-trainer van het vrouwenteam van AC Milan. Ja, dat komt slecht. Al zou ik de pupillen moeten trainen daar. Fantastisch toch? Een mooie stap van hem. Ja, dat is. Ja. Maar het mooiste is, dat zag je ook op LinkedIn, dat hoor je. Iedereen gunt Roger die stap. Ja. Hele sympathieke vent. Ja, super. Ja. Ik vond je het ook best sympathiek vanavond allemaal. Nou, het ging. Voor een keer wat feller. Hè. We zijn ook een beetje op en warmen. Moet jij nog een brug openen, Sam, of niet? Ik ga heel snel aan. Dat was gezellig, Jeffy. En met jullie ook. Tot de volgende keer. Tot zover de verlenging. We zijn er volgende week weer met tafelvoetbal. Graag tot dan.